jullie kennen vast Compete als jullie go-to voor als je een dikke blaar hebt. Maar wisten jullie dat jullie ook petjes hebben voor als je een puistje hebt? Dus ook dan worden ze uw beste vriend. Dus hier gaan wij vandaag op zoek naar jullie meest sappige verhalen over puistjes. Let's go! Heb je soms last van puisten? Ja, soms wel. Soms ook wel, ja. Dat is heel normaal, dat is heel menselijk. Ik heb een dilemma om mee te beginnen. Zou je liever een puist uitzuigen? Of liever een puist open doen waarvan het pus echt zo in je oog spat? Ik denk de tweede. Ik kan even niks zien, maar soms is dat best in het leven. Ik denk wel liever in mijn mond weg. Ik ga het uitzuigen, want dan lekker het nog uitspuwen. Ik denk toch wel zuigen. Zou je een infectie krijgen? Ik denk als het in je oog komt, dat dat ook wel voor een goede infectie kan zorgen. Ja, uitdoen dan. Uitdoen dan. En mijn ogen, sowieso. Ik blind dan iets in mijn mond. Ik ga dat niet in mijn mond. Nee. Alles beter dan die mond. Alles beter dan mijn mond. Sowieso niet uitzuigen. Ja, sowieso niet uitzuigen. Stel je voor in die mond of zo. Hebben jullie een gênant puistenverhaal? Ik heb een keer zo'n pijn staat zo tussen mijn wenkbrauwen. En dan leek ik lekker of ik zo'n India meisje was. Ik heb vroeger op bergen puisten op mijn gezicht en al. Amai, maar we zo'n bergen zware zelf zo pakken. Ik had overal brandstof op mijn gezicht en ik moet dan zo naar school gaan. En dat het middelbaar is echt horror, hè? Ik had dus ooit een puist hier, zo tussen mijn been. En ik kon niet normaal lopen. Hier aan mijn zijkant moest ik in voetbal en ik kreeg dat gewoon los in mijn hoofd. En dat was de pijnlijkste puist ooit dat ik heb gehad. Ja, dus ik had een bervel op mijn rug en soms gaat dat ook kapot. Is er bloed als ik dat witte t-shirt draag, dan zie je zo al die plekken. Op welke plaats wilt je echt geen puist hebben en waarom? Ik denk op mijn neus. Die is al krom genoeg. En met een puist gaat die like, nog krommer liggen. Geen puist op je balzak, want dat juikt veel te. Zeg, heb je daar last van? Geen commentaar. Op de poep. Dat je wat klakt tegen de seks? Ja, van onder of zo, ja. Oh, nee. Ja, ja. Stel je voor, je hebt seks met iemand. En je doet je broek af, je ziet daar plots een grote puist. Die loopt gewoon weg. Wat is dan jullie beste tip om een puist tegen te gaan? Twee keer in de week skincare routine doen. Geen tandpasta gebruiken. Ik denk tandpasta. Gewoon uitdoen. Nee! Hydraterende zalf, erop smeren. Ik knijp hem er gewoon uit. Dat is niet zo goed, hè? Producten gebruiken, een beetje uittesten. Welke producten dat er voor u werkt? Zo weinig mogelijk uw gezicht aanraken. Zo'n plakker dat je normaal aan je heel doet. Ja! Zo. Dat is van Compete. Dat kent je sowieso van de blaren. Dat zijn van die kleine patches. En dat maakt dat een extra barrière. Dat je niet aan die puist kunt komen en niet krabben. Geen bacteriën eraan krijgen. En kijk hoe! Je kunt daar je schmink over doen. Wow! Je ziet dat bijna niet van hier. Nee, je ziet dat echt niet. Zijn jullie blij? Ja, ik ben super blij. Hebben jullie bijgeleerd? Ja. Amazing. Voilà, het is duidelijk. Jullie zijn echt geen fan van puistjes. En gelukkig is de Compete Anti-Imperfection Patcher voor jullie. Je kunt hem shoppen in de online apotheek of in uw lokale apotheek. Dus weg met die puistjes en tot de volgende. Bye bye.